En dan wou ik nu verder gaan met de stof voor dit college. En het gaat over Raman-verstrooiing. Nou, voor Raman-verstrooiing, dat is dat is verstrooiing van licht aan een molecuul, waarbij de frequentie van het licht veranderd is door de interactie met het molecuul. Dus als we kijken naar hoe gaat verstrooiing nou eigenlijk in zijn werk. Hè? Dus normaal hebben we een foton of een elektromagnetische golf. En die valt in op een molecuul. En om dat molecuul heen hangt een elektronenwolk. En die elektronenwolk die is geladen. En die elektronenwolk die zal in beweging gebracht worden door het veld van het invallende foton, van het invallende licht. Nou, wat gebeurt er als je een lading gaat versnellen? Eefje. Ik hoor je niet, maar je bent wel aan. Om te versnellen is energie nodig. Die komt dan uit het licht, denk ik. Dat klopt. Maar wat gebeurt er als je een lading versnelt? Of vertraagt? Dan zal die zelf ook weer een elektromagnetische golf uitzenden. Dus die elektronenwolk die om dat atoom, om dat molecuul hangt, die zal gaan oscilleren. En door die oscillerende beweging zal die een elektromagnetisch veld genereren. Nou, dat is het principe van verstrooiing. Verstrooiing, hè, klassiek of simplistisch gezien, kan je een foton als een biljartbal zien. En die botst tegen een atoom aan en die wordt weerkaatst in een willekeurige richting. Maar wat er op gedetailleerd niveau gebeurt, is dat je een elektromagnetische golf hebt. Die gaat een ladingswolk om dat molecuul in oscillatie brengen. En die oscillerende lading genereert weer een elektromagnetische golf. En die straling wordt uitgezonden. En dat is het verstrooide licht. En dat noemen we een elastisch proces. Want er is geen energieoverdracht van het licht naar de elektromagnetische golf. Laten we zeggen dat als je het foton invalt, je brengt het in beweging, dat licht wordt weer uitgestraald en daarna komt die elektronenwolk weer tot rust. Dus dan is er geen energie overgedragen aan het molecuul. Maar die energieoverdracht kan wel plaatsvinden. En dat heeft in 1923, 1915, in 1925 waren er twee theoretische fysici, Smekel, Kramer en Heisenberg. En die postuleerden dat die verstrooiing ook inelastisch kan zijn en dat er energie wordt overgedragen aan het molecuul. En dat betekent dat er een van de kwantumtoestanden van het molecuul veranderd werd, maar zij gaven geen uitdrukking voor wat dat dan precies was. Wat het in dit geval is, is dat de kernen van het molecuul, laten we zeggen dat een molecuul uit twee atomen bestaat, dat er energieoverdracht is naar die atomen van het molecuul. En wat is nou een hele simpele? Dat is een vibratie van het molecuul. Dat wil zeggen dat die twee atomen ten opzichte van elkaar gaan oscilleren. Op het moment, kunnen jullie mijn handen zien? Nee. Oeh, dat is jammer. Emma kan het wel zien. Ja. Als je naar, hoe heet het nou, gallery view kijkt, dan kan je dus alle schermen, dan kan je iedereen zien, dan kan je ook mij zien. Wie weet, van die, moet je hem niet meer vastprikken, Cyril. Kan ik het ook tekenen? Wacht eens even. Dus laat ik het proberen te tekenen op dit scherm hier. Dus ik heb hier mijn ene molecuul, hier mijn tweede molecuul. En die twee moleculen die kunnen naar elkaar toe bewegen. Dus dan staan ze heel dicht bij elkaar. Of ze kunnen
verder van elkaar af zijn. Dus dat is een oscillatie van die twee atomen in het molecuul die vibreren. Dus dat is een manier om energie over te dragen naar het molecuul. En op het moment dat er energieoverdracht plaatsvindt van het licht naar het molecuul, dan zal het verstrooide licht een andere energie hebben. Als je het molecuul in vibratie brengt, dan neemt de energie van het molecuul toe. Dus zal het energie van het elektromagnetische veld afnemen. En dat betekent dat we een langere golflengte krijgen. Dus we kunnen het effect krijgen, en dat is wat Smekel, Kramer en Heisenberg postuleerden. Je kunt een inelastisch proces krijgen, waarbij er energieuitwisseling plaatsvindt. En dan zal het verstrooide licht een andere golflengte hebben. En dat is een ander proces dan alle verstrooiing die Dirk tot nu toe heeft behandeld. En alle verstrooiing tot nu toe was de elastische verstrooiing, waarbij het verstrooide licht dezelfde golflengte heeft als het invallende licht. En jullie begrijpen nu ook hoe dat proces in detail zich plaatsvindt. Oké, dus dat was gepostuleerd. En dan komen we bij de Indiase fysicus Raman. En hij was op een conferentie in Europa en hij werd gefascineerd door het proces van lichtverstrooiing. Onder andere de soort blauwe gloed die optreedt bij verstrooiing aan ijs en de blauwe gloed van water. En daardoor is hij heel gedetailleerd lichtverstrooiing gaan bestuderen. Dit is Raman. En hij heeft de Nobelprijs in 1930 gevonden voor zijn werk op het gebied van het effect dat ik in dit college ga uitleggen. Dat inelastische verstrooiingsproces waarbij de energieoverdracht plaatsvindt naar het molecuul. Dat paper was gepubliceerd in 1928. Dat is het paper. En hij heeft de Nobelprijs al gekregen in 1930. Dat is heel snel. Higgs bijvoorbeeld, die heeft even kijken, rond de 50 jaar moeten wachten voordat hij de Nobelprijs krijgt. En Raman kreeg het al binnen 2 jaar. Dus wat is dat? Wat is dat Raman-proces dan precies? Dat is dat er licht van een golflengte, van een bepaalde golflengte. Dit is een witte pen op een witte achtergrond. Interessant. Ik maak hem even rood. Dat we licht van één bepaalde golflengte laten vallen op een molecuul dat uit twee atomen bestaat. En nadat het licht een interactie is aangegaan met het molecuul, vibreert dat molecuul, dus dat oscilleert, die twee kernen, atoomkernen, die oscilleren ten opzichte van elkaar. En daar is energieoverdracht en er wordt een nieuw foton uitgezonden met de golflengte lambda 2. En die golflengte is langer dan het invallende licht, dus we krijgen een verschuiving. Nou, het interessante is dat die vibratie van dat molecuul, deze vibratie, die vindt plaats op hele specifieke frequenties. En die hangt af van de kracht tussen deze twee, de aantrekkingskracht tussen deze twee atomen en de massa van deze atoomkernen. Van die twee dingen hangt dat vibratieniveau af. En dat is uniek voor elk molecuul. En dat betekent dus dat die vibratie van een hele specifieke frequentie is. En dat betekent dus ook dat energieverschil heel specifiek is voor het soort molecuul. Dus de verschuiving naar de lambda 2, die is heel specifiek en die hangt af van het molecuul zelf. Nou, ik zal een voorbeeld laten zien van zo'n Raman spectrum. Dit is een, wat jullie hier zien, is een fotografische film van een spectrometer. Je laat hier licht vallen op, even kijken hoor, dit is chloroform, geloof ik. En wat we zien, is dat er naast de centrale golflengte, dat is deze, dat is dus de golflengte van het invallende licht, zien we na de spectrometer ook deze golflengte, deze golflengte. Maar we zien ook een kortere golflengte. We zien hier nog een lijn.
En we zien hier nog een lijn en we zien hier nog een hele vage lijn. Dus als we dat spectrum uitzetten, en dat is hier gedaan, dan hebben we hier de centrale golflengte, het invallende licht. En dat noemen we de Rayleigh-verstrooiing. En daarnaast zien we langere golflengtes die uitgezonden worden na de verstrooiing. En we zien kortere golflengtes die uitgezonden worden door deze verstrooiing. Dus dit is dat fenomeen dat Raman beschreef, die verschuiving in het verstrooide licht. Nou, dit was een heel moeilijk te observeren effect, omdat het effect heel klein is. Dat is niet zo goed te zien op deze fotografische plaat, maar de intensiteit van die centrale golflengte hier, die is tienduizenden tot miljoen keer sterker dan de hele zwakke banden die je hier ziet. Dus het is een heel zwak effect. Dat wil zeggen, als je een miljoen fotonen op dit molecuul laat vallen, dan zal er misschien één foton zijn dat in kleur verschoven is. Dus een hele kleine fractie van het licht is slechts verschoven. En dat maakt het effect natuurlijk heel moeilijk om te zien. En dat zorgde er ook voor dat met die ontdekking van dat Raman-effect er niet zoveel gebeurde. Dus tussen 1928 en 1960 gebeurde er niet zoveel. En eigenlijk met de uitvinding van de laser werd het mogelijk om dit effect veel beter te bestuderen. Omdat je namelijk met een laser een hele sterke monochromatische bron kon maken. Veel sterker dan dat er tot dan toe beschikbaar was. Wat er als excitatiebron tot dan toe voor dit Raman-effect werd gebruikt was of de zon. En het werd dan heel nauw gefilterd. Of een kwiklamp. Die je ook weer, die zendt al nauwe lijnen uit, maar dan filter je daar één nauwe lijn uit en dan had je een redelijke intensiteit die heel nauwbandig was. Maar goed, met de uitvinding van de laser was het mogelijk om lichtbronnen te maken die heel monochromatisch waren en waar heel veel vermogen in zat. Dus sinds de uitvinding van de laser werd dit effect veel meer bestudeerd en gebruikt om moleculen te bestuderen. En in de jaren 80 kwamen er hele gevoelige detectietechnieken op, zoals Fourier transformspectrometrie, charged coupled devices, CCD's, dat zijn de detectoren die nu in de camera van je telefoon zitten. Holografische filters, dat zijn filters die heel nauwbandig een bepaalde golflengte eruit kunnen filteren. Die waren nodig om bijvoorbeeld die centrale piek hier, die excitatiegolflengte uit te filteren voordat je het op een detector liet vallen. Want als je dat niet deed, dan was die intensiteit van dat invallende licht zo sterk dat je geen enkel ander effect meer kon zien. Dat verdween gewoon in de ruis. En dan in de jaren 90 kwamen de biomedische toepassingen van de grond, waarbij gebruik gemaakt werd van het feit dat die moleculen hele specifieke spectra hebben. En dat je dus met licht kunt gaan kijken wat de samenstelling is van weefsel van een bloedsample. Kijk even naar de tijd. Jullie hebben, we kunnen een pauze houden van 10 minuten.